Het is alweer de 13e editie van onze UVT-sociëteit. Vanavond ook weer een heel belangrijk thema, de houdbaarheid van de gezondheidszorg. Uiterst actueel, met twee eminente sprekers. Onze eigen Henk Garretsen van de Universiteit van Tilburg en Wim van der Meren, de bestuursvoorzitter van CZ. Ik reken op een buitengewoon interessante avond met een goed debat. We hebben het vanavond over de houdbaarheid van de zorgkosten. En mijn bijdrage zal vooral gaan over de rol van de zorgverzekeraar daarbij. Het gaat wat mij betreft over onze maatschappelijke license to operate. De zorgverzekeraar is er natuurlijk voor om al zijn verzekerden hele goede service te bieden en een goed pakket te bieden. Maar het gaat er toch vooral ook om een maatschappelijke rol te vervullen. En die maatschappelijke rol die gaat over de houdbaarheid van de kosten. En het goede nieuws bij zorg is, als je je focust op de kwaliteit, is dat heel erg goed voor de kosten. Wat wij moeten doen is dus de kwaliteit van zorg inzichtelijk maken en op basis van kwaliteit van zorg inkopen. Wat mij betreft betekent dat dat ziekenhuizen veel meer van elkaar moeten verschillen. Niet meer iedereen moet hetzelfde doen. We hebben specialistische ziekenhuizen nodig. Een paar jaar geleden is CZ begonnen met het debat op het gebied van borstkanker. Niet meer ieder Nederlands ziekenhuis moet borstkanker doen. Dat moet vooral in die klinieken gebeuren waar de kwaliteit heel hoog is. En dan kunnen ook de kosten wat omlaag. De titel van mijn bijdrage vanavond is De houdbaarheid van de zorg. Van homo economicus naar homo sapiens. Wat bedoel ik daarmee? Discussies over de zorg gaan eigenlijk alleen maar over financiën. De vergrijzing wordt als een heel groot probleem neergezet en dat is denk ik volstrekt onterecht. In 1850 was de levensverwachting nog 35, 40 jaar. Dus in slechts 5 generaties is die levensverwachting meer dan verdubbeld. En nu krijgen we er elke week een weekend aan levensverwachting bij. Dus is de vergrijzing? Ja. Is de vergrijzing een probleem? Nee, het is een levensgroot succes. Maar in discussies wordt er alleen gepraat over vergrijzing, meer zorg, meer kosten, taaie kostenpost. En als we discussies alleen op die manier voeren, als homo economicus, dan komen we niet genoeg verder. We moeten praten over de zinvolheid van de zorg in al haar facetten als homo sapiens. Een voorbeeld, bijvoorbeeld de preventie. Iedereen denkt dat preventie leidt tot besparingen in de zorg. Niets is minder waar. Preventie leidt tot hogere kosten in de zorg. De meeste kosten worden gemaakt in het laatste levensjaar. Succesvolle preventie leidt ertoe dat de weg naar het laatste levensjaar langer wordt. De kosten in het laatste levensjaar blijven gewoonlijk hetzelfde. En in die langere weg worden meer kosten gemaakt. Dus, homo economicus zou zeggen, geen preventie. Homo sapiens zegt natuurlijk moeten we wel preventie hebben met die relatief geringe kosten. Wordt er heel veel extra gezonde levensjaren gewonnen. Nou, mijn bijdrage gaat niet alleen over preventie, ook over de zorgvormen en hoe we de discussie moeten voeren.